Alright, Kelvin, hebben jullie ooit de schattigste kat ooit gezien? Oh my god! Wat legendarisch dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Mocht je me nou niet kennen, ik ben Kelvin. Ook wel bekend als Calvin. En ik maak YouTube video's. Dat doe ik met alle liefde, met alle plezier. En ook vandaag is het weer zover. Ik ga jullie weer vermaken met iets episch, ouwe mannen. Content creator ben ik. Vandaag is het 27 oktober. En dat betekent dat ik precies 7 jaar geleden werd geboren. Nee, genoeg bullshit. Precies 7 jaar geleden vroeg ik Nina Verkering. En toen zei ze... Ja. Nina en ik zijn een tijdje verliefd op elkaar en we hebben al een relatie en we worden steeds volwassener. En dat betekent dat je besluit om je eigen weg te gaan. Vandaag is de dag dat ik jullie ga mededelen dat bij ons niet het geval is. Nee, vandaag zijn Nina en ik precies 7 jaar zeven jaar, bro. En dat moet natuurlijk gevierd worden en dat hebben we gedaan. Alleen voordat ik dat ga laten zien, ga ik jullie eerst wat anders laten zien. Namelijk iets heel tofs. Als je tof bent en je houdt van het leven en je eet waterdraad elke dag, dan gebruik je Snapchat. En als je Snapchat gebruikt, gebruik je waarschijnlijk ook verschillende lenzen. Zoals deze. Ah, hoe gaat ik niet? Of deze. Hi, yo, what's good? What the fuck? Maar er is ook een nieuwe, een heel speciale lens. Namelijk als jij een blikje Fanta koopt en deze scant met D, kijk op K.I. Je maakt er even een foto van. Dan staat er nieuw lensfout. Oh my god! Dan kun je hem unlocken voor 1 uur en dan kun je hem op je eigen gezicht duwen. Kijk dit. Lekker man. Lekker. Dus als je dat doet, kun je al je matties de stuipen op het lijf jagen. En als je dat hebt gedaan, stuur me dan vooral je snaps toe. Want ik kies een aantal winnaars die kans maken op 2 kaartjes voor Walibi Fright Night. Dus Goed, laten we doorgaan met de rest van de video. Zoals ik al zei aan het begin, is vandaag de dag dat 7 jaar geleden Nina en ik een relatie startten. En 7 jaar later hebben we besloten om dat te vieren in Ibiza. Het is bier. Pils! Nina, je denkt dat hier burgers in zitten, maar er zit iets anders in. Een trouwring, een huwelijksaanzoek. Nee. Burgers, bitch! En dan denk je, maar is dit nog een burger, bitch? Vreed smakelijk. Wow. Laatste hap. Nee, je dacht dat deze champagne uit het niets kwam. Ik moet iets opbiechten. Je hebt er niet voor betaald, hey. Misschien heb ik het besteld. Nee, heb je niet. Wel. Nee. Heb ik wel gedaan. Echt? Ja, tuurlijk. Jawel, ik heb het besteld voor ons. Waarom denk je dan meteen dat het... Omdat hij zegt het is complimentair. Kan ik niet... Kan het toch wel... Ik ben toch wel een beetje romantisch. Ja, maar hij zegt het is complimentair. En complimentair betekent dat je het gratis krijgt van het hotel. Gratis champagne, bitch! Gratis champagne, bitch! Gratis champagne, bitch! Gratis champagne, bitch! Ik ga naar Ibiza en ik neem mee... Regen! Regen! Het regent een beetje op Ibiza en dat dat zijn we wel gewend. Maar goed, het mag buiten dan wel nat zijn. Het is nergens zo nat als in deze kamer. Haha! Comedy. Yeah! Content! Was super leerzaam. Kijk, hier heb je de zwart en hier heb je nog wat. En dan heb je dit ook. En dan heb je dit. Aangezien het klimaat ons niet echt in staat laat om hele mooie beelden te schieten van droneshots van dit eiland met allemaal leuke zonnige dingen en strand en zo, ga ik je nu even laten zien. Oh, wat mooi, hier waren we bij het strand. Oh ja, hier waren we lekker in de club. Zo, genieten. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Zo raar hier in Ibiza. Niet normaal. Je hebt hier zelfs, in Ibiza heb je de Doritos chips uit Nederland, de zwarte chili chips. Maar hier is het een hele andere kleur. Hier is de verpakking gewoon groen. Zo verwarrend. Wauw. De dingen waar ik achter kom op 22-jarige leeftijd. Wat voor verrassing heeft de wereld nog meer te bieden? Toch, Nina? Randebiel bent. Ja! Doe mijn best, doe mijn best. Misschien nog wel meer. Mannen lopen blazen of die mannen gereeld. Money kom ik brengen. Zwijgen dat is één. Want er is geen regel 2. Ik weet waar je moeder van. Content! We zijn officieel de meest Hollandse Hollanders ever, maar we zitten op de fiets! Hey! Oh! We're fietsing on Ibiza! Ja, hey, we zijn op Ibiza, dat doe je even niet en het regent niet. Kijk, we gaan op een gele fiets.
rappen. Dames en heren, ik introduceer jullie graag bij de definitie van keuzestress. Mocht je een lekker wijntje willen drinken aan de kust in Ibiza, dan heb je keuze uit een aantal opties. Dankjewel. We hebben hele heftige ruzie over waar de wolken naartoe gaan. Wat denk jij dat de wolken naartoe gaan? Die kant op. Ik denk dat de wolken die kant op gaan. Nina denkt dat ze die kant op gaan. We gaan timelapse maken. Zullen we voor eens en voor altijd achterkomen wie de waarheid sprak? Wie het goed heeft? Wie de meeste kennis van moeder natuur heeft? Geniet van de timelapse. Ik had gelijk. Echt niet? Jawel, ze gingen ik zei die kant. Nee, ze gaan die kant op. Nee, maar ze gaan iets meer, ze buigen een beetje af van die kant. Jij zei die kant. Nee, ik zei die kant. En ze gaan een beetje zo, maar je kan niet tegen verliezen. Kelvin weet het meeste van natuur. Goed, bij deze mijn review van dit gerecht. Het is lekker. Het enige wat een beetje gek is, als je een hap neemt, een soort een harde bite zit eraan. Ze hadden de schelpjes iets langer moeten koken. Een leuke hak. Oké, ik vind dit niet normaal. Nina is net naar de wc gegaan. Dit is mijn servet. Die had ik net gepakt. Nina is 2 seconden naar de wc. Er komt een vrouwtje naar me toe. En die pakt haar servet. En die vouwt hem gewoon weer. Die vouwt hem gewoon weer zo. Dat is niet normaal. Ik ga Nina vragen of ze het door heeft straks. Ik vind dit ongekend. Hier betaal je dus voor. Speerse bonen voor 10 euro. Maakt niet uit. Betaal voor deze servetjes. Je kan de sushi hier trouwens op 2 manieren bestellen. Je kiest hem uit de hand. Dan is hij wat goedkoper. Of je krijgt hem uit de kut. Is er niks opgevallen aan het servet? Hij was gevouwen. Ja. Heb jij dat gedaan? Ik heb hem voor jou gevouwen. Heb jij daar zo je best op gedaan? Ja, heb ik mijn best op gedaan. Oh, sorry. We twijfelen intens wat het groene spul in deze sushi is. Denken jullie dat het A, asperger is, B, komkommer of C, avocado? We gaan vragen wat het is. We komen straks terug bij jullie met het goede antwoord. Wachten, even wachten. We zijn bij jullie terug met het goede antwoord. Het goede antwoord was... Het was asperge. Het was asperge. Nina had het goed. Nu betaal jij het hele etentje. Dankjewel, alsjeblieft. Nee hoor, ik betaal helemaal niks vanavond. Goedemorgen Ibiza. What's good? We zijn er en het is vandaag een speciale dag. Want gisteren regende het een beetje. Eergisteren regende het ook een beetje. Maar vandaag schijnt gelukkig de zon... NBA, basketbalteams in Nederland. Bel me. I got this. I got the perfect throw. Ringloos G. Je weet niks. Het leek ons een goed idee om even naar het strand te gaan. En aangezien het partyseizoen voorbij is, aangezien eigenlijk de grootste drukte weg is, kan het niet anders dat de strandjes lekker rustig zijn, dat er bijna niemand... Oké, wacht even. Oké, I guess I was wrong. We zijn op het strand. Eindelijk, het is warm genoeg om de zee op te kunnen zoeken. Ik heb net in de zee geplast. Ik dacht, ik kan maar beter eerlijk met jullie zijn. Nina en ik naar het strand gaan is altijd heel gezellig. Kijk, ik wil altijd in de schaduw liggen. Want ja, ik ben blank en ik, en ik verbrand. En ik heb het niet zo heel erg met brandende zon. Nina daarentegen. Oh, in de zon, dus dan liggen we zo. En dan kunnen we eigenlijk niet echt met elkaar praten. Gaat het goed? Oké. We hebben een auto gehuurd. We dachten, we hebben nog niet genoeg geld uitgegeven. We dachten, laten we dit maar even doen. Weet je, je moet er wel een beetje van genieten. Kom je? We zijn op een fucking paradijselijke plek aangekomen, man. Kijk hoe fucking mooi het shit is. Dit is fucking beautiful. Krijgt zelfs organische cola hier in een blikje. What the fuck is this? Where is my Coca-Cola? They don't have it. It's just organic, but it's probably good. We zijn in een random huis beland. Ocean. Ja? Box. Alles goed? Ja. Ocean woont hier. In zijn eentje. Is echt heel bizar. Wie is die rare man in je huis? Is dat de schoonmaker? Schoonmaker, ja. Doe niet. Heb jij dit niet opgehangen? Dit is wel. Jij hebt je vrouw opgehangen. Nee, dit hang ik. Is dat waar? Life isn't about finding yourself. It's about creating yourself. Hey. We gaan naar een plek waar je in de zomer 2,5 uur op een pizza moet wachten. Alleen nu, omdat we uit het seizoen zijn, hoef je maar 3 kwartier te wachten. Als het niet lekker is, ik word echt door de lint. Ik word boos. Oké, de tijd gaat nu in. Oké. Het is tijd voor een wedstrijdje. Je moet even een aantal minuten noemen hoe lang we gaan wachten. Ik heb een stopwatch gezet. Ja, wat denk je? 9:45. 9:45. Ja, maar hoeveel minuten moeten we wachten? Zeg eens.
5, 6, 64. 64 minuten. 59. Ik denk 44. Oké, ik denk 53. Wie het dichtst erbij zit, hoeft niet te betalen. Degene die het verst weg staat, moet betalen. Deal. 56 minuten verder. Nina heeft inmiddels verloren. Ik ben ook niet meer echt een kanshebber. Ga nu tussen jullie twee. Hey, nu, dit is 65. Ja, wat jij hebt 64. Kijk eens. Yes! Jij staat wel redelijk dichtbij. Weet je wat wel een beetje spijtig is? Nou, degene die het verste ervan af zat, moest natuurlijk betalen. Maar wij hebben helemaal geen contant geld bij ons. Dus helaas, het wordt moeilijk. Eet smakelijk, jongens. Kom maar hier, eet ze. Eet smakelijk, geniet ervan. Dankjewel. Het is tijd om te vertrekken! Ik heb geen broek aan! We moeten weg! Moeten weg! Moeten weg! Straks missen nog het vliegtuig! Straks missen nog het vliegtuig! Straks met zo'n vliegtuig! Als we straks lekker net op tijd in het vliegtuig zitten, mag je me bedanken, G. Ik wil dus heel graag voor jullie filmen op dit strand. Weet je, ik wil jullie de schoonheid van dit strand laten zien. En alles wat erbij komt kijken. Ik heb alleen één nadeel. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Zeg maar, je hebt hier best wel veel tiet. We hebben deze vakantie veel verschillende plekken gezeten. Veel verschillende plekken genoten. Op dure plekken gezeten. Ik vind dit eigenlijk het mooiste plekje. We zijn hier een beetje met toeval. Tenminste, met toeval. Nina heeft het uitgezocht. Nina heeft het gewoon opgezocht. Maar er is hier bijna niemand. De zon zakt een beetje in de zee. Laten we het poëtisch maken. Ik vind dit eigenlijk het mooiste plekje waar we zijn geweest. Goed uitgezocht, Nina. Tot zover deze serieuze noot. You only live once. Mensen gaan natuurlijk vragen hoe dit heet. Nee, straks komen al die mensen. Nee, dit is ons plekje. Nee. Jawel, het is ons plekje. Volgende keer komen we hier weer. En dan is er ook niemand, zoals nu. Mag het wel zeggen, maar dan bliep ik het gewoon. Oké. Content!